Ja, echt. Ik denk dat dit mijn beste Shein pakketje ooit is geweest. Echt waar. En tegenwoordig heb ik helemaal de iPad ontdekt. En ik vind het oprecht gewoon super leuk op deze manier. Dit is het geworden, hè? Ik moet echt niezen. Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag. Ik begin altijd deze weekvlogs op zulke random dagen, maar het maakt allemaal niet uit zolang er maar iets geüpload wordt. Ja, het is vandaag zondag en ik heb deze week herfstvakantie. Dus ik ben deze week even lekker een weekje bij mama thuis. Zoals je misschien aan de achtergrond kan zien, ben ik weer in mijn oude kamertje. En ik moet zeggen, ik was hier echt super erg aan toe. Niet eens per se dat ik zoiets had van, oh, ik heb echt vakantie nodig. Maar ik had wel echt nodig om even naar huis te gaan. Ik ben de afgelopen weken niet thuis geweest. Ik denk dat ik wel een maand niet thuis was geweest hier. Omdat ik natuurlijk ook in quarantaine heb gezeten in Tilburg. Dus echt een week lang in mijn kamertje heb gezeten. Was ik het echt even zat. En ik dacht echt, ik moet hier gewoon echt even weg. Even weg uit Tilburg, even naar huis, gewoon even een andere omgeving. Ja, dat doet me echt heel goed, dus dat is fijn. Maar goed, deze week dus herfstvakantie. Ik heb niet echt heel veel plannen, ik ga niet echt heel veel doen. Ik blijf vooral lekker veel thuis. Ja, ik moet ook leren voor een toets deze week, dus ik denk dat ik daar vooral veel mee bezig ga. En ja, verder gewoon lekker even een beetje chillen. En misschien dat ik af en toe wel nog iets ga doen, maar niet echt bijzondere dingen. Nu even ga doen, ik ga even naar zolder. Want ik ga eventjes dingen van mijn harde schijven overzetten. En dan ga ik straks even een video editen. En dan ga ik vandaag ook maar even leren voor mijn toets. Ik heb er zo geen zin in, maar het moet echt gebeuren. En ik heb gewoon echt met mezelf afgesproken dat ik er elke dag iets aan ga doen. Het is trouwens nog een toets van vorig jaar. Dus het is echt vreselijk. Maar goed, let's do it. Dus ja, ik ga nu even naar boven. En ook even dit kaartje straks leeghalen, want anders kan ik niet zoveel filmen. Aangezien mijn harde schijf boven nog steeds bezig is met alles overzetten, wat echt al letterlijk de hele dag duurt, dacht ik, ik ga gewoon even een stukje filmen met mijn telefoon. Want ik moet dus eigenlijk die beelden van mijn camera ook even overzetten op mijn harde schijf. Maar dat lukt nu even niet, omdat ik daarmee bezig ben. Dus vandaar. Goed. Ik heb vandaag de hele dag best wel nuttige dingen gedaan. Waar ik best wel trots op ben eigenlijk. Ik heb memory cards. Of hoe heet het ook alweer? Het heeft een andere naam, maar ik weet het niet meer. Van deze kaartjes gemaakt voor mijn toets. En ik heb nu zeg maar het eerste deel gedaan. Dus dat is helemaal goed. Ik moet nog wel echt nog heel veel leren. Dit is pas een klein stukje van de toets. Ongeveer de helft. En ja, morgen ga ik dan voor de rest ook zulke kaartjes maken. Want ik was de hele tijd zo aan het nadenken van, ja, hoe wil ik nou gaan leren op dit moment? Want om heel eerlijk te zijn heb ik denk ik echt al bijna een jaar niet echt meer geleerd voor een toets. Dus ik wist het gewoon oprecht niet meer. Ik heb gisteren ook op mijn iPad notities gemaakt. Maar dat vond ik eigenlijk te lang duren. Wel leuk om te doen, maar wel lang, duurt wel lang. En toen dacht ik vandaag, nee, ik ga even die kaartjes maken. Want ik vind dat altijd gewoon heel fijn leren. Want dan, weet je, dan kan je gewoon zo zitten en dan kan je gewoon met jezelf een soort van overhoring houden met die kaartjes. En ik vind dat gewoon super chill. Dus ja, ik denk dat ik dan maar op die manier ga leren. En dan ga ik gewoon voor elk onderdeel van die kaartjes maken. Ik ben gewoon heel blij als ik hier vanaf ben. Als ik hoop echt dat ik deze toets in één keer ga halen, maar I'm not sure. Maar goed, dat zou wel heel fijn zijn. Want ik ben gewoon heel blij als dit voorbij is. Want dit is echt een van onze laatste vakken waar we echt voor moeten leren. Dus ja, het is nu inmiddels alweer bijna 5 uur. En ik ga nu gewoon even lekker chillen. Even YouTube-video's kijken, Netflixen en dat soort dingen. Dus genoeg gedaan voor vandaag. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En het raam staat open, dus je hoort heel veel lawaai. I'm sorry. Het is vandaag maandag en vandaag blijf ik weer de hele dag thuis en ga ik vooral leren. En ik wil vandaag mijn weekvlog editen en misschien ook mijn belastingaangifte even doen, want dat moet ook binnen deze week. Dus nou ja, ik ga wel kijken hoe ver ik kom. Maar ik wilde nog even wat aan jullie laten zien, want ik was dit weekend naar de Primark geweest en ik heb wat kleine dingetjes gekocht.
Ik dacht, misschien is het leuk als ik dat even laat zien. Dus ja, het eerste wat ik wil laten zien heb ik aan. Het eerste wat ik heb gekocht bij de Primark is namelijk deze leren broek. Of nou ja, nep leer natuurlijk. Maar ik was al een tijdje op zoek naar een leuke leren broek. Eentje die niet te ordinair is en dat soort dingen. En toen kwam ik op deze. En ja, ik weet niet. Ik was best wel blij verrast. Want toen ik hem ging passen had ik eigenlijk niet verwacht dat ik hem zo leuk zou vinden. Omdat ik meestal, ja, Primark, ja, het is echt een hit or miss meestal. Maar ja, deze vonden we eigenlijk, ik en mijn moeder, allebei wel heel leuk. En hij zit ook heel lekker. Dus ik ben er echt oprecht very blij mee. Dus ja, ik heb hem nu vandaag aan met deze grote oversized trui. Kan ook zo natuurlijk. Maar dan vind ik het, ja, kan ook. Ook leuk. Dus ja, en die broek was €22. Dus that's nice. Dan heb ik hier de rest van mijn spulletjes. Die ga ik ook even aan jullie laten zien. Ik had verder niet heel veel gekocht. Maar ik dacht toch misschien leuk om even te laten zien. Als eerste heel simpel. Van dit soort nieuwe elastiekjes. Want dit zijn er mega veel voor €1,50. En ik hou van dit soort elastiekjes. Maar ik raak ze altijd kwijt. Dus top. Dan kon ik het natuurlijk weer niet laten om een setje met scrunchies mee te nemen. Ja, weet je, ik draag gewoon altijd scrunchies. Ik heb er nu ook eentje om mijn arm. En ik vind het gewoon mega chill. En ik vond vooral die zwarte en die witte super chill. Vooral die witte, die vind ik zo leuk. Het was €3 voor drie. Dus nou, voor die euro kan ik deze ook gewoon niet gebruiken, zeg maar. Dan heb ik ook nog een paar oorbellen gekocht. En dat zijn deze mooie oorbellen. Ik was wel een tijdje op zoek naar dit soort oorbellen die niet te groot zijn. En toen zag ik deze. En deze was €2. En dan als laatste een tipje van mij. Namelijk deze kooltruitjes van de Primark. Ik vind ze mega chill. Het enige nadeel is dat ze best wel snel stuk gaan. Er komen best wel snel gaatjes in en dat soort dingen. Maar je betaalt er €8 voor. En ja, ik moet zeggen, ze zitten echt heerlijk. En ja, echt mijn lievelingskooltruitje eigenlijk. En dat was het. Hoppalakee. Ik film weer even met mijn telefoon. Want ik ben oprecht op dit moment te lui om even naar boven te lopen. Om mijn camera te pakken. I'm really sorry. Maar oké. Ik ben weer de hele middag bezig geweest om mijn stof samen te vatten voor mijn toets volgende week. Ik ben best wel trots. Want het is vandaag maandag. En ik heb bijna alles al samengevat. Voor zover ik weet wat ik moet samenvatten. Want ik heb niet elke les even goed opgelet. Dus het zou best kunnen dat ik heel veel dingen mis. Maar goed. En tegenwoordig heb ik helemaal de iPad ontdekt. Om aantekeningen op te maken en zo. Want ik heb... waar is die nou? Ik heb tegenwoordig een pennetje om op mijn iPad mee te schrijven. De Apple Pen kan helaas niet op mijn iPad. Want daar is mijn iPad te oud voor. Want dat is natuurlijk wel iets beter dan dit. Maar het werkt prima. Overigens gewoon van AliExpress, dus is een tip. Maar ik ga even laten zien hoe mijn samenvatting er nu uitziet. Dit is pagina 1. In principe als ik... wat doe ik nou? Die moet terug. Als ik ga schrijven, dan doe ik altijd ruitjespapier. Want ja, dat is gewoon fijn, want dan kan je wel goed op de lijntjes schrijven, zeg maar. Maar als ik dan klaar ben, dan zet ik hem gewoon op leeg. Doe maar. Nou ja, dit is mijn eerste pagina. De inhoud maakt natuurlijk niet zoveel uit. Mijn tweede pagina. Mijn derde pagina. En mijn vierde pagina tot nu toe. Hier is nog wel een heel groot leeg vlak. Dus wie weet moet ik dat nog wel even met iets invullen. Maar jongens, zeg eerlijk, dit ziet er toch heerlijk uit. Zo is leren toch gewoon 100 keer leuker. Oprecht, ik heb me gewoon oprecht weer vermaakt vandaag. Ik heb dus deze pagina vandaag gemaakt en deze pagina. En ik vind het oprecht gewoon super leuk op deze manier. Ik heb net mijn make-up gedaan en het valt me nu pas op dat ik echt een spook lijk. Maar goed, ik moet sowieso nog mascara opdoen. En ja, nou ja, whatever. Ik heb ook geen lippenstift hier, dus het is allemaal een beetje vervelend. Maar goed, ik wilde toch iets van make-up op mijn smol. Dus yes. Vandaag ga ik naar de kapper. En ja... I can't wait. Het is de bedoeling dat dit weer allemaal wat lichter wordt.
ben het echt zat. Elke keer als ik het laat verven is het niet wat ik wil. En ik vind het nu gewoon oprecht gewoon... Ik weet het niet. Als ik er zilver shampoo in doe, vind ik het wel heel mooi. Dan wordt het echt een beetje dat grijzige. Maar nu lijkt het toch gewoon bijna bruin. Nou ja, niet bruin, maar... Nou, het is gewoon... Het is niet de kleur die ik wil. De camera niet meenemen, dus jullie zien het als ik weer thuis ben. Maar ik ben heel excited en ik hoop dat het nu eindelijk een keertje wordt wat ik wil. Dus, let's go. Nou, ik ben er eindelijk met de review van mijn haar. Ik ben gisteren naar de kapper geweest, maar ik ben daarna nog naar mijn oma geweest. En ik was heel laat thuis en toen was het al donker. En toen dacht ik, ja, als ik het nu ga laten zien, zien jullie het letterlijk niet. Ik heb nu ook mijn lamp aangezet, omdat het ook gewoon vandaag alleen maar regent en grauw weer is. Dit is het geworden. En ja, zoals je ziet is het echt een stuk lichter. En ik vind het super mooi. Ik ben er echt mega blij mee. En ja, het is eindelijk gewoon echt wat ik wil. Wat mij betreft mag het nog steeds wel ietsje witter en lichter. Maar ik had het daar ook met de kapster over. Het is nu wel echt zo licht dat als je het nu nog één keertje doet over een tijdje, dat het dan wel echt ja, gewoon richting het wittige aangaat. Maar ik ben er echt al zo blij mee nu, want ja, dit is gewoon de kleur wat ik wil. Dit wil ik gewoon. Dat het echt blond is. En dat is het nu eindelijk. Mega blij mee. Dus ja, ik kan weer gelukkig door het leven. Ik ben deze week ook jarig, dus ik vind het leuk dat ik dan mijn haar heb geverfd. En dat ik nu me lekker in mijn vel voel met dit haar. Zo, ik heb even wat make-up op mijn smoel gedaan. Ik moet alleen nog even mascara doen. Oh, het is zo rot weer vandaag. Ja, sowieso moet ik vandaag de hele dag weer leren. Maar ik had eigenlijk zin om vandaag foto's te maken. Maar gaat hem niet worden, want het is buiten echt, echt rot weer. Ik had vanochtend het koffiezetapparaat al aangezet, maar... Hallo. Toen was ik het natuurlijk weer vergeten. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik moest er even serieus over nadenken. Ja, het is alweer donderdag. Mijn god. Deze vakantie gaat zoveel te snel. Ik ben er eerlijk gezegd zo erg van aan het genieten om gewoon even niks te hoeven doen. En even lekker rust te hebben. Dan gaat het koffiezetapparaat natuurlijk heel veel lawaai maken. Oké, ik ga even lekker koffie zetten, want ik moet zo meteen weer gaan leren. Helemaal geen zin meer in, ben er helemaal klaar mee. Ik sta op het punt om te zeggen, ik stop ermee en ik ga wel voor een herkansing. Maar ja, nog heel even doorknallen vandaag en morgen en daarna stop ik ermee. Ik ga nu in ieder geval even koffie maken en ik gebruik daar tegenwoordig deze voor. Barista havermelk van de Albert Heijn eigen merk. Dit is een kleine verpakking zoals je ziet en dat is voor mij echt perfect, want ik dronk altijd die van Oatly. Of van Alpro, die heb je ook. Maar dat zijn gewoon van die grote flessen. En om eerlijk te zijn krijg ik dat gewoon nooit op. Omdat ik gewoon niet zo heel erg vaak koffie drink. Soms heb ik er zin in, maar ook heel vaak niet. Dus dit is voor mij echt perfect. Dus ja. Ik heb trouwens al de hele ochtend last van allergie. Jeukende ogen en niezen de hele tijd. En snot in mijn neus. Dus ja. Geen corona. Gewoon allergie van de kat. Maar het is ook mijn eigen schuld. Want ik laat mijn kat nu tegenwoordig, of deze week, gewoon heel veel bij mij in bed slapen. Ja, en dat is gewoon niet handig. Want dan word ik heel erg allergisch. Maar ja, ik denk dan altijd maar, het is maar een weekje. En volgende week ben ik weer in Tilburg en daar heb ik geen kat. Dus ik heb al een allergiepilletje ingenomen. Dus dat zal zo meteen wel werken. Oké, ik ga nu even mijn koffie maken. Nou, zoals jullie weten ben ik echt al een week bezig met leren voor mijn toets. Volgens mij heb ik niet eens verteld. Heb ik verteld welke toets het is? Het is kennis van het instrument. En dat is eigenlijk gewoon een vak waarbij je van alles leren over zangmethodes. En over ook de... Hoe zeg je dat? De anatomische? Ik weet niet. Gewoon over je strottenhoofd, je lichaam, je adem... Ja, hoe dat allemaal werkt tijdens het zingen en dat soort dingen. Dus dat is wel echt een theoretisch vak. Dat is een van de weinige theoretische vakken die wij hebben op school. En daar heb ik dus
aankomend dinsdag een toets van. Het is zeg maar nog van het tweede jaar. Omdat we die toen niet hebben kunnen maken vanwege de lockdown en zo. Ik ben daar dus echt al elke dag mee bezig geweest tot nu toe. Alleen dinsdag niet. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik hoop gewoon heel erg dat ik het in één keer ga halen. Ook al weet ik niet of dat gaat gebeuren. Want ik ben wel aan het leren. Maar het is niet dat het echt helemaal in mijn hoofd komt op dit moment. Sinds dat ik dus op mijn iPad bezig ben met notities maken. Ik heb een iPad uit 2014 of zo, denk ik. Ik weet niet waar deze uitkomt. Deze iPad is in ieder geval best wel weer wat ouder. Hij gaat ook heel snel leeg en hij is gewoon niet meer heel chill. Hij was van mijn moeder en ik heb hem toen gekregen. En ik heb daar bij AliExpress heb ik een pennetje voor gekocht. En dat ziet er zo uit. Met zo'n dingetje erop. En dit werkt op zich prima, maar het werkt gewoon niet optimaal. En je kan niet, met deze pen kan je niet alles wat je met de Apple Pen kan. Hij heeft bijvoorbeeld ook geen palmdetectie. Dus ik moet altijd mijn trui zo doen, zodat ik niet met mijn hand op het scherm zit. En dat heb je met de Apple Pen en met de nieuwste iPads gewoon niet. In de lockdownperiode heb ik dit aangeschaft om gewoon te kijken wat ik ervan vond. En of ik het chill vind werken. En ik merk gewoon dat ik het heel erg chill vind om op mijn iPad zeg maar gewoon alles bij te houden. Aantekeningen te maken en dat soort dingen. Omdat ja, het scheelt ook gewoon papier. Ik hoef gewoon daardoor bijna geen papier meer te gebruiken. En dat vind ik wel gewoon echt mega chill. Dus ja, ik heb nu wel besloten dat ik ga sparen voor een iPad. Diep van binnen zou ik het liefst natuurlijk de iPad Pro willen. Maar die is me echt mega duur. Dat is eigenlijk gewoon net zo duur als een MacBook. En dat vind ik gewoon, nee, dat vind ik echt te duur. Dus dat ga ik niet doen. Want ik denk gewoon dat het super handig is. Ook voor mijn bladmuziek en zo kan ik dan gewoon allemaal op mijn iPad doen. En dat, ja, dat vind ik gewoon heel chill. Dus daar ga ik nu voor sparen. En dan gaat deze iPad denk ik naar mijn broertje. Kan hij daar gewoon lekker Netflix op kijken en dat soort dingen. Want daar is deze iPad helemaal prima voor. Ja, maar mocht je ook een oude iPad hebben en wel graag met een pen willen schrijven, dan is dit op zich best een aanrader om het een keertje uit te proberen. Dus deze heb ik gewoon via AliExpress. Als ik de link nog kan vinden, dan zal ik het in de beschrijving zetten. Ik vergat bijna te zeggen dat ik trouwens Harry Potter aan het kijken ben voor echt de 800ste keer. Echt, oh, heerlijk. Ik ben nu deel 1 aan het kijken. De Steen der Wijzen of de Philosopher's Stone, hoe je het ook wil noemen. En blijft gewoon echt mijn lievelingsfilm. Alle Harry Potter films, zeg maar hoor. Niet per se dit deel, maar ik vind het gewoon nog steeds helemaal fantastisch. Echt al mijn hele leven, dus helemaal leuk. Yay. Is dat een dragon? Dat is niet just a dragon. Dat is een Norwegian Ridgeback. Lekker op de vlog met Milou. Het is vandaag vrijdag. De dag voor mijn verjaardag. Ja, ik ben morgen jarig. Vind ik heel raar, want ik voel het echt totaal nog niet. Ik hoop een beetje dat ik me jarig ga voelen morgen. Ik denk het wel. Ik ga gewoon eerst met mama lekker chillen. Misschien even langs opa en oma. En dan in de avond met papa het gezinkant eten. En dus, ja, ik denk dat ik me wel jarig ga voelen. En ik zal vast ook wel veel berichtjes krijgen. Dus dat is altijd wel leuk. Vandaag heb ik niet zo heel veel gedaan. Een video gefilmd. En proberen te leren wat niet echt gelukt is. En ik ben nu al de hele tijd Chateau Meiland aan het kijken. Omdat ik heel veel afleveringen gemist heb. Want ik heb het echt al weken niet meer gevolgd. Dus ik heb de laatste 3 nu even teruggekeken. Dus dat is wel leuk. Ik heb ook geprobeerd dus om te leren voor mijn toets. Maar ik ben er helemaal klaar mee. Helemaal. Dat was even mijn live update vanaf mijn telefoon. Want mijn camera ligt in de oplader. TikTok. Happy birthday to me. Ik ben vandaag 22 geworden. Ja, ik ben jarig vandaag. Heel gek. Ik vind het altijd heel gek om jarig te zijn. Ik voel me echt wel jarig omdat ik allemaal berichtjes krijg en weet ik het allemaal wat. Maar het voelt gewoon altijd zo raar dat het zo'n ding is. Het is echt zo'n dag. Dat je denkt, ja, ik ben jarig, maar eigenlijk is het gewoon een doodnormale dag. Ik doe ook niet heel veel bijzonders dit jaar. Ook, nou ja, deels ook natuurlijk door corona. Mijn opa en oma zijn vanochtend eventjes gekomen.
En ik ga straks naar mijn vader en dan ga ik daar eten met de hele familie. Of tenminste, niet de hele familie, maar het gezin. Dat is een beetje mijn verjaardag, dus het is niet heel erg bijzonder. Maar ik heb heel veel lieve berichtjes gehad op Instagram en op WhatsApp. En ja, dan voel je je toch altijd wel jarig. En het is toch altijd leuk als mensen dan toch aan je denken. Dus ja, 22. Rijk. Ja, het leven gaat snel, man. Soms denk ik, hoe kan ik nou al 21, zie je, daar ga je. Hoe kan ik nou al 22 zijn? Heel raar. Hoi allemaal. Het is inmiddels zondag. Het laatste wat ik heb gefilmd is dat ik jarig was, volgens mij. Ja, ik heb op zich een prima verjaardag gehad. Niet heel bijzonder. Maar ja, dat is ook niet echt te doen met corona. Maar ik vond het ook niet zo erg, want ik had ook niet echt heel erg behoefte aan een uitgebreide verjaardag. Dus nou, in ieder geval, we zitten in onze 22e. Super. Ja, ik heb vandaag ook heel weinig gefilmd. Maar dat komt omdat ik vandaag eigenlijk helemaal niet lekker in mijn vel zat. Again, ik weet dat ik dat echt vaak zeg in de vlogs nu. Maar ik vind het gewoon belangrijk om dat ook wel te melden. Vandaag was gewoon echt weer zo'n dag dat alles me te veel werd. Dat ik superveel stress ervaarde over allemaal dingen. En daar ga ik niet over liegen tegen jullie. Want ik wil ook laten zien dat ik ook tegen dingen aanloop in het leven. Dus nou ja, het was dus niet een heel fijn dagje vandaag. Maar goed, ik ben nu in Tilburg. Morgen weer naar school. Heb ik wel zin in, maar ik kijk er ook een beetje tegenop. Maar dat heeft met persoonlijke dingen te maken. Maar goed, het komt allemaal goed. En ja, dat is ook gewoon even weer. Ik vind het altijd moeilijk ook om, als ik dan een week thuis ben geweest, om dan afscheid te nemen van thuis en dan weer hier te zijn. En ik had daar nooit zo'n moeite mee, maar ik weet niet. De laatste tijd heb ik dat wel. Eigenlijk sinds dat we in die lockdown hebben gezeten, ben ik thuis gewoon meer gaan waarderen. En mis ik het ook wat vaker als ik dan hier ben. Maar goed, genoeg daarover. Ik heb een pakketje van Shein binnengekregen. Niet een klein pakketje zoals je ziet. En ik dacht, ja, ga ik dit voor de volgende weekvlog gebruiken? Of ga ik het gewoon nu nog even openmaken? Toen dacht ik, nou, volgens mij kan dit nog wel bij deze weekvlog erbij. Dus ik ga dit megapakket nu openmaken. Ik ben namelijk super excited, want er zitten echt allemaal herfstitems in. En ik weet gewoon dat ik dat waarschijnlijk morgen al aan wil. Oké. Nummertje 1. Ah, ik vind het altijd zo leuk. Ja, ik weet niet jongens, maar ik zie heel vaak super slechte reviews over Shein. Maar het is echt gewoon een kwestie van goede reviews lezen op de site. En dan zitten er echt wel parels tussen. Want ik heb toch echt heel wat items van Shein in mijn kast hangen. En die draag ik echt met heel veel liefde. Dus wilde ik even zeggen. Het eerste, mega excited, is een wit cropped vestje. En ik heb zo'n vestje als dit al in het grijs. En ik besef nu dat ik die bij mijn moeder thuis heb laten liggen. Dit leuke vestje. Hij voelt super chill aan. Hij is mega zacht van binnen. Oh, heerlijk. Dus ik denk dat ik dit vestje weer heel vaak ga dragen. Ik hou ervan. En ik heb dus al zo'n vestje van de Brandy Melville. En die draag ik ook heel veel. Maar dat is in het grijs. En nu heb ik er ook eentje in het wit. Dus heel blij mee. Dan door naar nummertje 2. Ik ben zo excited voor dit pakketje, want ik heb echt allemaal items waar ik gewoon excited voor ben. Holy shit, echt super blij mee nu al. Item nummer 2 is een kooltrui. En dit is een witte, ook volgens mij redelijk cropped kooltruitje. Met een reliefje of met een patroontje aan de voorkant. En dan zijn de mouwen gewoon plain white. Ja, echt super leuk. Ja, ik ben fan. Ik ben helemaal fan. Ah, dan het volgende. Hier ben ik ook zo excited voor. Toen ik dit zag, dacht ik echt, ja, I need this. I need this. Het is ook echt een trend nu. Dit houthakkersbloesje. Echt amazing. Ik heb ook afgelopen week, die hebben jullie gezien. Bij de Primark natuurlijk die leren broek gekocht. En ik denk dus dat dit daar ook op helemaal fantastisch staat. Dus ik ben gewoon echt super excited. Hij ziet er ook lekker oversized uit. Ja, ik denk echt dat dit perfect is. Love, love, love. Oh, ik ben zo blij. Ik denk dat dit mijn beste Shein pakketje ooit is. Ik meen het. Next. Ja, ook iets waar ik echt niet normaal excited voor ben. Want dit kon natuurlijk echt niet missen in mijn herfst-winter garderobe. Een Spencer
een sweatervestje. Ik vond deze mega leuk. Zwart-wit met een soort van zebraprintje. En ja, ik vond deze zo leuk. Oh, ik kan gewoon niet wachten om dit allemaal aan te trekken. Ja, echt mega excited over deze items. Maar ja, deze dus. En ik vind hem echt fantastisch. Next, nog een witte coltrui. Maar dit is gewoon een simpele. Gewoon een normale. Ik had al wel een witte, maar daar zitten allemaal vlekken op die er niet meer uitgaan. Dus ik zag deze. Toen dacht ik, slijslag. Ik ben helemaal fan. I can't. Oké. Laatste item. Vond ik ook helemaal fantastisch. En helemaal herfst-winter vibes. En ik moest het hebben. En dat is dit superleuke vestje. In het ja, bruin-oranje-achtig. Met superleuke knopen. En ik vond dit zo, ja, gewoon zo herfstig. En I love it. En ik ben er gewoon echt zo blij mee. Ah, dit is wel fantastisch, jongens. Ja, echt. Ik denk dat dit mijn beste Shein pakketje ooit is geweest. Echt waar. Dus ja, mega excited. En bij deze ga ik dan ook deze weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. En ja, doe vooral een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei. En allemaal gezond blijven, hè.